En dan is het denk ik vrij logisch dat je teleurgesteld bent als je vandaag gelijk speelt. Waar het niet. Dat Ajax hier ook gelijk gespeeld heeft, dat AZ hier verloren heeft. Maar de manier waarop deze wedstrijd gelopen is, is het sowieso teleurstellend dat je gelijk speelt. En als je naar de ranglijst kijkt natuurlijk nog meer. Ja Arne, 2 punten te weinig denk ik voor Feyenoord, wat jullie mee terug naar Rotterdam nemen op basis van deze wedstrijd, toch? Ja, dat denk ik dat een terechte conclusie is. Ja. Als jij over de hele wedstrijd voor elkaar krijgt tegen een sterke tegenstander, want dat vind ik Twente een hele goede selectie. Dat zij het misschien gelukt om 1 keer op goal te schieten met een rolletje na een minuutje of 10, dan is dat heel erg goed. Helaas lukt het ons de eerste helft nog maar heel moeilijk om kansen te creëren. Dat ging de tweede helft ook een stuk beter. Ja, dan krijg je een aantal hele goede kansen om de wedstrijd naar je toe te trekken. En je speelt gewoon constant op hun helft. Dan is het heel teleurstellend dat die bal er niet in valt. Maar ja, dat is gedeeltelijk onze eigen fout. En gedeeltelijk ook de kwaliteit van de man die hier net zat. Onderstal. Ja, wat kan je team dan nog iets kwalijk nemen vandaag? Ze hebben volgens mij ook na donderdag de keihard voor gewerkt. Vandaag kansen bij elkaar gespeeld. Ja, er gaat geen enkele bal in. Dat kun je dan kwalijk nemen, maar meer dan dat? Nou, ik denk dat het inderdaad wel bijzonder is. De meeste tegenstanders verwachten misschien dat wij donderdagavond gespeeld hebben. En we krijgen, dat is logisch, als je in Europa over de Conference League zit, dan moet je zondag 2 dagen rust. Dan willen ze natuurlijk het tempo hoog maken in de hoop dat je ergens een keer vermoeidheid krijgt. Nou, het tegenovergestelde is 9 van de 10 keer waar bij ons. Want onze tweede helft ook vandaag weer was uitstekend te noemen. Als ik een puntje van kritiek moet noemen, ja, als je tegen een tegenstander moet die zo verdedigend speelt, dat je dan 4-5 kansen krijgt, vind ik best goed. Maar als je 13 corners krijgt, en je hebt, nou, als ik me niet vergis, niet eens een doelpoging uit die 13 corners gehaald. Ja, dan is dat wel misschien wel het moment om een tegenstander pijn te doen. En vanuit 13 corners 0 goals en überhaupt geen bal op goal, dat is wel te weinig. Wat kan je daarmee? Want dit is wel iets bij Feyenoord, ook al ver voordat jij er was. Hè? Kritiek ook op de standaard situaties, op de corners met name bij Feyenoord, dat rendement hoger moet. Is dat puur en enkel alleen trainen, patronen erin trainen? Nou, dan wil ik het met terugwerkende kracht opnemen voor de trainers die voor mij bij Feyenoord hebben gezeten. Als Feyenoord ergens goed in was, was het wel het scoren uit standaard situaties. Dat lukte vorig jaar heel veel. Zeker als je een strafschop ook nog meeneemt als standaard situatie. Maar dat is het in mijn beleving niet. Daar trainen wij op. En we hebben dit jaar er ook al een aantal keer uit gescoord. Hè, met name in de beginfase van het seizoen. Maar dat traint elke ploeg op. En uiteindelijk heb je ook daar weer te maken met een keeper die op veel van die ballen ook uit de lucht plukte. En ze hebben ook een aantal uitstekende koppers in hun elftal staan. Dus ja, dat is ook een beetje van beide. Maar wat ik zeg, je hoopt uit 13 corners meer te halen. Maar laten we het vooral niet 1,5 uur over corners hebben. Guus Stil zat er net op de stoel waar jij nu zit. En die had het ook van, ja, het is ook zo zonde omdat we qua verliespunten gewoon de koploper waren. Woensdag hadden we daadwerkelijk die koppositie kunnen pakken. Dat is natuurlijk ook een feit, zei hij. Maar die wierp dat echt op. Kortom, dat speelt wel bij jullie in de groep. Heel erg. Ja, ik zou het ook een beetje gek vinden als dat niet zou spelen bij ze, eerlijk gezegd. Als je er zo goed voor staat en je hebt concurrenten voor de posities waar we op dit moment mee aan het strijden zijn. In dit geval Ajax en PSV met name. Er zitten een aantal ploegen kort onder. Ja, die winnen bijna elke wedstrijd. Ja, dan zul je dat zelf ook moeten doen. Wil je gelijke tred met ze houden. En dan is het denk ik vrij logisch dat je teleurgesteld bent als je vandaag gelijk speelt. Waar het niet. Dat Ajax hier ook gelijk gespeeld heeft. Dat AZ hier verloren heeft. Maar de manier waarop deze wedstrijd gelopen is, is het sowieso teleurstellend dat je gelijk speelt. En als je naar de ranglijst kijkt natuurlijk nog meer. Ik ben naar 1 ding nog heel erg benieuwd. Jan Baks komt er nu pas in de blessuretijd in. Nelson valt al wat langer in. Zegt dat iets over waar zij ten opzichte van elkaar in de pickorde staan? Of is het puur dat je de ene voor de linkerkant een optie vindt en de andere enkel voor de rechter? Ja, dat laatste. Dus ik vind Ries een uitstekende linksbuiten. Daar valt hij ook 9 van de 10 keer in. Misschien wel 10 van de 10 keer. Ali is meer rechtsbuiten. En ik vond dat Jens prima in de wedstrijd zat. En Lewis die had wat klachten in de rust. Dus speelde ook niet een hele goede wedstrijd. Maar met name door zijn klachten vond ik het goed om Ries een langere periode erin te brengen.